en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi paasstuk maken. We gaan een paasei maken, dus erg passend bij deze tijd. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan, dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dat kost helemaal niets, dus dat is alleen maar leuk. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemisten.nl. En dan kun je daar zelf mee aan de slag. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, dus komt gewoon naar je toe. En we gaan gauw beginnen! Allereerst heb ik een mooie kokos ondergrond. Hierin gaan we een ei maken, of hiervan gaan we een ei maken. Allereerst doe ik even wat plastic onderin en dat ga ik vullen met oase. En deze gaan we snijden zodat het al de vorm heeft van een ei. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst stappen we folie in de kokos zodat het niet doorlekt. En dan snijden we de oase even op maat. Dat heb ik al bij deze al even gedaan. En die vul ik voor de helft. En dat doe ik dan met nog eentje. En die laat ik wat langer, omdat we hem nu alvast in een eivorm gaan snijden. Dan haal ik tussendoor even het plastic eromheen af. Dat kan je met een schaar of met een mesje doen. En dan snij je de oase in een eivorm. Dus je zorgt dat hij aan de bovenkant even iets hoger is. En ik snij de zijkantjes af. We gaan hem natuurlijk straks helemaal mooi als ei schikken. Maar het is belangrijk dat hij dus wat hoger eruit komt. Het overige plastic stap ik een klein beetje terug, zodat je dat straks niet ziet. Omdat de kokosbol een natuurlijk product is, kan het zijn dat hij een beetje wankel is. Daarom maken we even de ondergrond, want daar blijft hij straks goed in staan. En dat is het nestje en daarvoor gebruik ik sisal, een bundel. En daarmee maak ik het nestje om het ei. Ik haal het gewoon uit elkaar. En dan heb ik een ronde ondergrond. En daar leg ik het als het ware rondomheen. En daar komt het ei dan in en daar steunt het ook op. Ik heb hier nog een klein stukje open, die zit er ook bij op. En daarin kan je het ei leggen. Dan kan je het nog even naar wens maken. Dan hebben we gelijk een heel leuk nestje en dat lijkt het heel erg mooi en mooi natuurlijk. En dan gaan we nu verder met het opsteken van het paasei. Het is belangrijk dat je heel fijntjes opsteekt, dus zo kort mogelijk langs de rand, dus zo diep mogelijk weg. En ik begin met rondomheen met gips. Ik snij alles schuin aan, maar ik maak echt de steeltjes heel kort. Zoals je ziet hebben we de baas dan al mooi met gipskruid die ik er heel kort in heb gestoken. Dan gebruik ik mooie Craspedia. En die verdeel ik eromheen. En ik hou dus die ei-vorm aan, dus bovenaan werk ik iets hoger dan de zijkant.
gebruik ik mooie Lysiantus. En ook deze steekt er heel diep in om die vorm goed te behouden. Dan gebruik ik mooie gele staties in het heel lichtgeel. En ook deze stopt er heel diep in weg. Dan voegen we extra limonium toe. Ook deze verwerk ik kort, zodat we die vorm er wel in houden. En we voegen nog even wat mooie distels toe. En dan hebben we een heel origineel paasei. Net even wat anders natuurlijk en echt super leuk. Wil je dit pakket bestellen? Je kan hem zowel alleen het losse ei met de bloemen bestellen als met ondergrond. Dat kun je bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees snel bij, want voor dit pakket geldt op is op. Dus wil je hem niet missen, bestel hem dan snel. Ja, dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Het kost helemaal niets. Maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Elke woensdag en elke zaterdag komt een nieuwe video online. Wil je nog meedoen met de winactie? Ik zal hierboven even de video zetten waar je dan mee kan doen. Dan kan je meedoen door een leuke reactie achterlaten en een duimpje omhoog te doen. In de volgende video wordt de winnaar al bekendgemaakt. Dus je kan nog net even meedoen. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!